Hij mag wel langer hoor, jongens. Goedemiddag allemaal. Ik zag net Panic Zone. En daar zit ik eigenlijk al de hele dag zo'n beetje in. Want dit is zo'n typisch geval van, ik denk dat ik het wel kan, dus ik zeg gewoon ja op de vraag van, wil je een TED-talk houden? En denk erom, je hebt maar 18 minuten. Nou, maar 18 minuten als ik hier zo sta, is echt gigantisch veel. Spring High, de mooiste school in Nederland. En straks ook de mooiste school in de wereld, na het Corla. Om uit te leggen waarom Spring High is ontstaan, is het ook belangrijk om iets over mezelf te vertellen. Want een van de grootste drijfveren is eigenlijk mijn eigen onderwijsloopbaan geweest. Ik ben nu inmiddels 46 jaar, ik ben ervan bekomen. Maar in 1983 ging ik naar de middelbare school en daar moest ik landen. Ik moest landen op een school ergens in een wijk in Amsterdam, ver weg van de wijk waar ik opgroeide. Ik moest landen in een school waar het heel anders eraan toe ging dan ik gewend was op de basisschool. Een Dalton-school, dus heel veel vrijheid, eigen verantwoordelijkheid. En ik kwam op de middelbare school en het moest zoals het daar moest. Ik was een recalcitrante puber. Ik was brutaal, ik was vrijpostig, ik was heel grappig. Ik was snel verveeld, ik was heel bewegelijk, ik was heel druk. Kortom, niet de meest ideale leerling voor een categoraal gymnasium. Ik zat vaak op de gang. En na elke rapportvergadering, en dat was dan 3 keer per jaar, en het begon al in de eerste, kreeg ik te horen van mijn mentor, goh, je moet wat harder werken. Je moet beter luisteren. Je moet je huiswerk maken. Je moet meedoen. En geef jezelf nou eens een spreekwoordelijke, dat onthoud ik echt altijd, schop onder je kont. Nou oké, ik beloofde beterschap. En dan ging ik weer. En vervolgens zat ik weer heel veel op de gang. Uiteindelijk de eerste klas wel gehaald hoor, want dan ben je nog een beetje kneepbaar en nog heel braaf, tenminste toen. En ik ging naar de tweede en in de tweede kwam ook het sociale leven, dat werd heel belangrijk. En de clown uithangen, dat werkte het best. Dus dat ik hier zo net opkwam en zei, nou dat mag wel langer dat applaus, dat ging continu de hele dag door. Dus die leraren werden gek van me. En uiteindelijk in de tweede klas, met het narekenen van als ik een 10 haal, en ik heb net een 1 gehaald, heb ik een 5,5, dan sta ik een 6. Had ik op het eind toch wat foutjes gemaakt en ik bleef zitten. Het ging niet goed. Ik bleef zitten, ik had 4 5'en. En de leraren waren inmiddels niet meer zo gecharmeerd van mij. Omdat ik altijd druk was en altijd bij de hand. En die hadden zoiets van, nou jouw werkhouding kan niet, doe jij dat jaar maar over. En dat was mijn eerste grens. Want ik moest een heel jaar overdoen en ik had van de 15 vakken, had ik er maar 4 onvoldoende. Dus dat hele jaar dat ik over moest doen, zat ik die andere 11 vakken gewoon op de gang. En bij die 4 deed ik mee. En in de tweede klas ging ik keurig over naar de derde klas. Met vlag en wimpel. En in de derde klas bleek dat ik nog heel erg goed kon bogen op dat wat ik had geleerd in die eerste 2 jaar tweede klas. Dus ook de derde klas ging hartstikke goed. Ik ging over naar de 4e. En nog steeds niet verleid tot leren, verleid tot echte grenzen oversteken, maar gewoon in het keurslijf van klasje volgen, lesje volgen en luisteren naar de docent. In de 4e klas was het, dat werd wat ingewikkelder, want toen ging de stof ging wel wat dieper erop in. Of er werd wat meer van me gevraagd, maar omdat ik het ook nog druk had met mezelf en met mijn sociale omgeving, ging dat niet altijd helemaal goed. En ook aan het eind van de 4e weer wat miscalculaties gemaakt en zag er weer heel slecht uit. Ik heb alles uit de kast getrokken. Jullie kennen dat wel. Huilen bij de mentor. Huilen bij de wiskundedocent. Overal huilen. Ellende thuis. Alles was er aan de hand. En alsjeblieft, alsjeblieft mag ik nog 1 kans. Want ik ga nu wel echt mijn best doen. Nou, ik zie jullie allemaal zo kijken. Kan toch niet? Echt, het is gelukt. Uiteindelijk, na de rapportvergadering. Die leek uur te duren. Staat ik met al mijn vrienden zaten in de gang. Te wachten op de uitslag. Ze kwam naar buiten de mentor en ze zei, ja, je mag naar de 5e, maar onder 1 voorwaarde. En die voorwaarde was een heel heftige. Ik mocht voorwaardelijk over naar de 5e klas als ik niet mij op zou geven voor de bond. En de bond, dat waren 5e klassers die gekozen waren door de hele school om een jaar lang alle feesten,
alle partijen, alle debatwedstrijden, het paastoernooi, echt alles wat een school maakt tot een school, de jeugdherinneringen, die organiseerden dat allemaal en ik mocht daar me niet voor kandidaat stellen. En vanaf dag 1 dat ik op die school kwam, wilde ik maar één ding, ik wilde gekozen worden in de bond. Ja, lang verhaal kort, je wil ook niet van school af, dus ik zei, tuurlijk, ik ga niet in de bond. Ik ga gewoon naar de 5e klas. Nou ja, zomervakantie voorbij, ik terug naar school en in september was dan altijd de oude bond vroeg of je je kandidaat wilde stellen. Natuurlijk wist niemand van die oude bond dat ik deze afspraak had, want daar was ik stil over. En die zeiden, wil jij in de bond, wil je je kandidaat stellen? Ja, ik kon 2 dingen doen. Of luisteren en me laten beperken door weer die grens, namelijk de grens dat de cognitieve vakken belangrijker waren dan de 21st century skills avant la lettre, of daarvoor kiezen. Wat denken jullie dat ik gedaan heb? Nee, hoef ik niet weg. Dus inderdaad, ik heb mijn kandidaat gesteld en verdomd, ik werd gekozen. Ik zat in de bond. En toen zat ik in de bond en toen dacht ik, ja, dat is wel lastig, want nu zit ik in de bond en iedereen weet dat. Ook mijn mentor, aan wie ik echt plechtig bezworen had, dat ik het niet zou doen. Maar gelukkig stond niks op schrift in die tijd, want dat was gewoon niet. Ik dacht, nou, ik verstop mij 2 weken, ga niet naar les, kom er niet tegen en dan is iedereen wel aan gewend, stof is neergedwarreld, komt goed. Na 2 weken kwam ik daar niet meer onderuit en ik moest natuurlijk naar die les toe. En ik had een zwak voor deze mentor. En ik durfde eigenlijk niet zo goed, want ik snapte ook wel dat dat niet helemaal in orde was. En toen zei ze, weet je, je hebt me belazerd, maar je hebt ook gelijk. Jij gaat in die bond blijven en je gaat zorgen dat de hele docentenvergadering het verkeerd had. Je gaat over en je maakt er een goed jaar van. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Mijn motivatie was helemaal terug. Of was helemaal terug. Die was er voor het eerst. De 5e klas ging geweldig. De 6e klas ging super. Glansrijk geslaagd. En toen kwam de 3e grens van mijn middelbare schoollooptijd. Namelijk, als je op het gymnasium zit, dan ga je je vervolgopleiding doen aan de universiteit. En niet verder kijken dan hbo's. Beroepsopleidingen, kwam allemaal niet aan bod. Zoals wij nu hebben in het onderwijs, zo'n heel mooi loopbaantraject. En dat je bezig bent in de 3e klas om met een bepaald profiel kiezen en nadenken over je toekomst en wie ben je en wat kan je. Allemaal niet, je gaat gewoon naar de universiteit, punt. Wel belangrijk, waar ga je naar de universiteit? Zo gezegd, zo gedaan, lang verhaal. Uiteindelijk, na veel omzwervingen, kwam ik in het onderwijs terecht. Op dezelfde middelbare school als waar ik gezeten had. En niets was veranderd. 20 jaar later nog precies hetzelfde. Dat is een van de drijfveren geweest om te starten met Spring High. Mijn loopbaan. Waarbij ik steeds grenzen ben tegengekomen die in mijn ogen niet het beste uit het kind halen. Nieuw-West is de mooiste stadsdeel van Nederland. Kennen jullie Nieuw-West? Kennen jullie Amsterdam? In Amsterdam hebben we een stadsdeel en dat heet Nieuw-West. En in de tijd van Ella Vogelaar was dit zo'n vogelaarwijk. En in die wijk wonen 150.000 mensen. Zo groot als Breda en Haarlem, om maar een voorbeeld te geven. Zoals je ziet, we hebben gewoon onze eigen zee. Dat noemen we de Mokumse Binnenzee. We hebben er een bos omheen en we hebben heel veel huizen. In Nieuw-West wonen 150.000 mensen en de stad groeit, dat stadsdeel groeit nog elke dag met woningbouw, huizen erbij, kinderen erbij. Alle kinderen hebben daar een basisschoolplek. Maar wat gebeurt er na groep 8? Na groep 8 gaan de kinderen van hoogopgeleide ouders, die gaan de stad in. Die gaan naar Amsterdam-Zuid, die gaan naar het centrum. En die gaan dus het stadsdeel uit. Als je in Haarlem woont of in Breda en je moet naar een middelbare school, dan ga je doorgaans niet naar een andere gemeente of een stad verderop. Dan blijf je gewoon in je eigen wijk. Dat gegeven, dat die kinderen na groep 8 begrensd worden door hun afkomst, heeft ons aan het denken gezet en gedacht van, hé, wat gebeurt daar nou? Hoe komt het, zoals Raymond ook net zei, hoe komt het dat leerlingen een plek moeten vinden op hun nieuwe school, moeten landen, en hoe landen ze daar? Wat doen we met ze na groep 8? En voor ons kwam erbij, hoe houden we ze in de allermooiste wijk van de wereld? En toen dachten we gingen zitten. Ik moest voor de NSO een strategie, een ontwerp schrijven voor mijn bestuur, een advies. En toen dacht ik,
wat nou als we naar groep 8 gewoon groep 9 maken? En het goede van de basisschool vasthouden in een middelbare school. Als we naar groep 8 nou niet de kinderen alvast voorselecteren, fixeren in een bepaalde richting, maar ze gewoon de groei meegeven. Wat nou als we ze in beweging laten? Want ook, wat ik net zei, in mijn tijd als docent, dat heb ik nog niet gezegd, maar in mijn tijd als docent op mijn oude middelbare school was ik mentor. En dan ging ik mee met mijn eerste klas, 2 dagen lang, volgde ik het hele parcours wat zij ook deden. En ik ben echt in mijn hele leven nog niet zo moe geweest van werken als 2 dagen meelopen met 1 klas in die tijd. Dus toen dacht ik van, hé, het enige beweging die zij krijgen, de enige frisse lucht die zij zien, is als ze van het ene lokaal lopen naar het andere lokaal. Wat nou als die kinderen, die het al zo moeilijk hebben met zichzelf, moeilijk hebben met een nieuwe start op een nieuwe school, ook nog eens hier kunnen bewegen, gewoon vrij zijn om een wandeling te maken of om op een bal te zitten. De beweging van het zijn en het leren vasthouden in zo'n school in de mooiste wijk van Amsterdam. Dat is ongeveer dat zijn de drijfveren geweest voor de stad. Voor de start. De beweging. We hebben dus bij onze Mokumse Binnenzee en het bos eromheen, gaan wij elke dag sporten wij. Onze kinderen een dag waarbij ze van 8:30 elke dag tot 3:00 op school zitten. En in ergens een moment kiezen zij zelf het moment waarop ze naar buiten gaan en waarop ze sport hebben. Beweging is heel belangrijk. Niet alleen de fysieke beweging, maar ook de beweging in je hoofd. De beweging voor de creativiteit. Wij hebben niks, ik moet even naar mijn tijd kijken. Wij hebben niet een vast omlijnd geheel. En dan weet ik van het koorlaar weet ik niet heel veel. Behalve dan dat een collega van mij die zei, als je naar een school wil om iets te leren, dan moet je daarheen. Hoezo mag jij daar spreken? Dus ik ben benieuwd, ik wil graag een keer bij jullie komen kijken. Groei. Wij zijn grenzeloos in groei. Hoezo? Wie heeft bepaald dat een 10 het hoogst haalbaar is? Waarom kan je niet verder? Weet jullie dat? Goeie vraag dus. Wat hebben wij gedaan, omdat dit onze insteek is? Wij hebben vanaf de eindtermen, gaan wij terug in de leerlijnen binnen de domeinen. Dus we laten de vakken ook los. Gaan wij terug helemaal naar de kleuters. Dus wij proberen een leerlijn te ontwikkelen, te ontwerpen aan de hand van helaas nog de eindexamentermen en ook nog de kerndoelen proberen we zo terug te redeneren. Zodat een leerling niet een cijfer haalt, want dat kan bij ons niet, maar dat hij steeds kan zien, ik sta nu hier en als ik die stappen zet, kom ik verder. En nu zie je dat het trappetje omhoog gaat, maar het hoeft niet per se omhoog te zijn, want het kan ook verder zijn. Als er maar beweging is. Dus er zijn geen grenzen, er zijn alleen maar mogelijkheden. Vakken. Hebben jullie allemaal nog vakken? Of niet echt meer? Ja, want dat is het een beetje achterhaald. Als je kijkt naar dit plaatje, kijk in de wereld waar wij vandaan komen, in het Amsterdamse, is het heel erg dat scholen alleen nog maar met vakken en één stroming. Je hebt MAVO's, je hebt HAVO's en je hebt VWO's. En alles is tegenwoordig gescheiden. Wat wij nu hebben gedaan, is in Amsterdam best wel uniek. Dat wij zeggen, wij hebben geen vakken meer. De vakken gooien we eruit. Als je naar dit plaatje kijkt, deze opdracht. Hoeveel drietallen zijn er mogelijk? Kies er 3. Wat zie je dan? Wat denk je dan? Hoe voelt dat dan? Zijn jullie helemaal stil van? Wauw! Gewoon een klas die helemaal rustig is. Welke vakken komen hier naar voren? Is dit wiskunde? Dit is wiskunde. Is dit aardrijkskunde? Kan je hier iets mee met aardrijkskunde? Ja. Is dit filosofie? Kunst? Nog meer? Zo zie je, als je zo'n opdracht maakt, dan kan je alles erin kwijt. Je hoeft niet meer vanuit een boek, een vak, een methode, 1 lijn te denken. Als je alle einddoelen en kerndoelen helder hebt, dan kan je een opdracht bedenken waarin alles aan bod kan komen. Dus vakken, voor ons niet meer. Grenzeloos, wij gaan naar buiten. De schoolmuren zijn niet meer de muren waarbinnen je leert. Je leert veel meer daarbuiten. Ook nu vandaag, ik sta nu niet voor mijn eigen groep, ik sta nu niet in mijn eigen school en ik heb hier nu vandaag meer geleerd
dan ik de afgelopen 2 dagen gedaan heb. Wij hebben onze leerlingen in Amsterdam, Nieuw-West, mooiste stadsdeel van de wereld. Heb je het Van Eesteren paviljoen. Van Eesteren is de grondlegger van het stadsdeel geweest. Het is namelijk een stadsuitbreidingplan, net zoals Berlage in Zuid heeft gedaan. En je hebt de Student Hotel en Hotel Buiten. En klas. De leerlingen van ons, die hebben voor deze mensen, voor deze bedrijven, echte opdrachten gemaakt. Ze zijn bij de opdrachtgever op bezoek geweest. Ze hebben een opdracht gekregen. En bijvoorbeeld voor Hotel Buiten. Nog een minuutje. Voor de Student Hotel, is een hotel vlak net buiten de ring in Amsterdam-Nieuw-West, hebben de kinderen de opdracht gekregen om jonge toeristen naar Nieuw-West te lokken. Wat hebben ze bedacht? Ze hebben bedacht dat ze een ontzettende stoere en hippe bike tour door Nieuw-West gingen maken. Ik vond het knap, want ik had nog nooit iets hips in Amsterdam-Nieuw-West gezien. Maar het is ze gelukt. Die kinderen hebben hier zoveel van geleerd. Dat is echt ongelooflijk. Had geen boek of geen vak of geen docent kon daar iets aan doen. Dus de schoolmuren, weg ermee. De buitenwereld naar binnen en de school naar buiten. Dat is wat wij graag willen. En nu doet... Oh. En als je maar in beweging blijft en als je maar de grenzen opzoekt en vooral eroverheen gaat en als je maar out of the box blijft denken, dan zijn we straks, leiden wij een groep leerlingen op die straks, als ze in het bejaardentehuis horen te zitten achter de Grania, gewoon een hip-hop dansje doen op het plein. Leren in beweging. Dat is wat we doen.